In de gat, zie hier uw nieuwe prins. Lang zal ze leven. Zal ik deze periode door het leven gaan als Peer de Tweede, oftewel Peer de Tweede. En vervolgens een hele belangrijke taak die ik aan iemand toe bedeel, die mij daar zeer goed zal bij kunnen helpen, die daar zeer ervaren in is. Niet één keer, maar twee keer heeft hij het al gedaan. Mag ik Mark Kluitmans vragen om mijn adjudant te zijn? Thank you.
heb ook gehoord dat het gemiddelde IQ is van de SBS6 kijken. Nee, 5. Dat we daar niet voor moeten hebben, dus. Absoluut, man. Je wilde niet weten hoe gezellig dat hier is. Ik bedoel, het is al kei druk, hè. Maar er zijn nog meer ouderen in Boksel. En die kunnen ook hier komen. Het is gewoon kei gezellig. Ze hebben de tranen over de wangen lopen. Zo'n leuke topartiest hebben ze hier. Ja, dat vind ik leuk. En ja, ik ben dan de knapste. We kunnen niks aan doen. Maar dat geeft ook niks. Maar ik zou zeggen, volgend jaar zeker komen. Wil je nog iets meer vragen, man? Of, want ik sta hier nou toch. Ja, dat kan het. Vandaag begint het echt. Het weer is goed. Het is droog. De wind blijft een beetje liggen nog. Ik hoop dat jullie een mooie tocht hebben vandaag. Maar die tocht kan pas beginnen als ik de sleutel dadelijk overgedragen heb. Dan is het zover dat ik de macht over mag gaan dragen. En dat doe ik ten eerste aan de jeugdprins Victor en zijn prinses Pien. Daar staat ze. Beide mooi aangekleed en zij gaan de scepter over Boksel zwaaien wat de jeugd betreft. Vandaag jullie optocht. En die optocht kan beginnen op het moment dat ik jullie de verantwoordelijkheid heb gegeven over de jeugd hier
door middel van de overdracht van de sleutel. Het is een prachtige sleutel, we hebben het net al even over gehad. Hij is eigenlijk mooier dan de grote sleutel. Ja, Peer, helaas. En ik zou dat je dan willen vragen om de sleutel te overhandigen. Kijk, dit is die prachtige sleutel. Die sleutel die hier een slot openmaakt om carnaval te gaan vieren in Indegat. En ik ga hem geven aan prinses Pien. Alsjeblieft. Misschien dat jullie nog iets willen zeggen om het carnaval los te maken hier. Ja, jij Victor? Hallo Donzeentjes. Wat zien jullie er allemaal mooi uit en wat zijn jullie met velen? Wij hebben heel veel zin in carnaval. En jullie? Yeah! Mooi, laat de optocht er maar beginnen. Yeah! Mooi, ik ben niet weg. Geweldig, heel veel succes samen. De tweede sleutel voor het volwassenen carnaval ga ik overdragen aan Peer, Prins Peer de Tweede. Alsjeblieft, Prins Peer. We gaan er een hele mooie carnaval van maken, of niet? Ja! Laten we beginnen! Yeah.
Ja, ik heb het niet.
2016 is begonnen. De optocht is in volle gang. Het is zondag 7 februari. Ik heb mijn eerste biertje al. Ik zou zeggen, welkom bij deze special over de optocht in de gemeente Boksel. Vertel, wat hebben jullie allemaal gemaakt?
We hebben een beachbar gemaakt. Nou, echt, we hebben iets unieks. Wat dan? Ja, we hebben een hotdog op de wagen, verwarmd. 35 40 graden het water. Dat meen je niet? Ja, ik meen het. En jullie gaan er ook nog in, hè? Ja, we gaan erin. We gaan erin. Ja, we zijn er maanden van tevoren mee bezig. En dan is dit gewoon, ja, de finish in touch, noem het maar. Hè. Dat, ja. Het is jammer dat er geen pilsje meer mag. Dan... Ja, hier in Boksel. Is dat een andere optocht ook? Nee, in Gemonden mag het wel. Alle waggelaars en waggelarinnetjes ga ik uitnodigen om volgend jaar met de grote Intertrek mee te lopen. Want ik heb Indegats burgerinitiatief opgericht. Hoezo gaat de Int het loodje leggen? De Int legt het loodje? Want hij staat niet meer op het logo van gemeente Boksel. Ja. Die heeft niemand meer in de gaten. Maar ja. De Int is weg, dus we hebben geen Indegat meer. Eigenlijk moeten we op zoek naar de nieuwe Int. Hou je van hun allemaal? Ik hou van hun allemaal. Wat zei je? Ik hou van hun allemaal. Je hebt al 3 dagen carnaval erop. Ik ben verkleed als man, ja. Jullie zijn onherkenbaar verblindend mooi. Ja, dankjewel, dankjewel. Zet hem op. Dankjewel. Maar je moet hem dus in 1 keer achterover gooien en dan voel je hem branden. Ja, proef maar. In één keer. Denk, voel je hem? Voel je het? Ja, tinteling. En het komt nu naar je hoofd? Oh, nee. Nog niet? Dat komt dadelijk wel. Oké. Okay. Even opschuiven. Sta je erop? Ik weet het niet. Ja. Staat erop? Ja! Mooi. Want dan maakt hij van maar buis. Lekker temperatuur, 37 graden dus. Eh? 37 graden is goed. Maar het water ziet er wel een beetje groen uit. Ja, het is grondwater, maar dat maakt niks. Ik ben bedrijf met carnaval, dus ja. Maar jullie lopen volgens mij meerdere optochten, toch? Ja, wij gisteren Gimmonden, vandaag Boksel, morgen Spoordok. En betekent dat dat hetzelfde water hier continu in blijft? Ja, we hebben vanmorgen toch wel een beetje ververst. Hoe gaat hij tot dusver? Heel erg goed. Ja? Ja. Ja? Ja. Jullie zijn nu in dansje natuurlijk. Ik stoor jullie met de dans. Nee, wij lopen alleen maar te pronken. Wat zei je? We lopen alleen maar te pronken. Ja? Ja, wij zijn echte pronkers. Hoe reageren mensen op het hapje? Schrikken, vinden het vies. Beroemd.
voor deze geluksvogel is er een outfit in elkaar gezet, zoals het geheel een echte raad van elfjes is. Dit heugelijk vuistje. Hey, jullie zijn stapel op de Int. Wij zijn zeer stapel op de Int. Hoe komt dat? Ja, stapel op Sint. En we vinden dat de Int ook op een stapel moet komen logeren. Ja, ja, dat is lachen. Ja. Ze hebben de baas nu. Meneer Teven van der Steur, ja. Hoe gaat het met u? Uitstekend. Het is voortreffelijk hier. Bevalt deze optocht? Ja, het is heel goed. Het is eigenlijk een beetje thuiskomen. Een beetje thuiskomen. Net het Binnenhof. Het is net echt? Het Binnenhof. Ja? Ja. 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 Hoe lang zijn jullie al bezig geweest met dit idee? Gisteravond hebben we dit verzonnen. Nee. Ja, 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 gisteravond.
geniet ervan en tot straks hier op de markt. En wij gaan er nog een mooi feestje maken hier in ons mooie Intervat, Grote Markt 2016. Hier bent erbij. Ja, doe maar. Kom maar op. Mag ik jouw helm op? Ja, jij mag mijn helm op. Oh, kom maar. Moet wel goed. Je moet wel goed luisteren. Ja, ik luister. Ga daar maar tussen staan. Ja. Legionairs! Succes! Mars! Ja, leuk. Dit is fantastisch. Boksers en carnaval, altijd gezellig. Rian, jij gaat, jullie gaan muziek maken? Of ja, wij gaan muziek maken, ja. Wij gaan een beetje trommelen. Waarom? We gaan gewoon een beetje trommelen, gewoon net ook op Buurschap West. Wat zei je? Ook op Buurschap West. Oh. West. Hier is een scooter rond of er nog wat te blikken is. Ja, er is iets te blikken. Zo, ja. Zoveel mooie spel hier in Boksdorp. Wij houden het gelijk in de gaten hier. Hoe gaat het met jou aan het einde van de carnaval dadelijk? Nee, daar kan ik niks meer zeggen. Je bent op tijd nu. Ja, jullie zien er wel fantastisch uit, hè? Zijn de reacties goed? Ja, allemaal heel positief. Ja, ja, en mensen willen allemaal wel meekleuren, dus ja, ze zijn heel positief. En lach me niet uit. Is het gezellig? Heel gezellig, heel gezellig. Altijd gezellig. Ja, we gaan naar links en naar rechts. Ja, als laatste wagen van de optocht komen we dan bij de Prinsenwagen van de Stichting Openbaar Carnaval. Met daarop Prins Peer den Tweede en zijn adjudant Mark. De Raad van Elf natuurlijk. En de Ducktown Band. Ja, dit was hem, de carnavalsoptocht in Boksel 2016. Dit is fantastisch, graag tot de volgende keer. Daaaaaaag!
schoon zit. Dus ik stap er meer in Lola. La 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 Lola. Net als vorig jaar, helemaal zelf. Graag uw applaus voor Maarten en Henk van In de Lijst 11. We hebben lijst 11, dat is ons ideaal. Allemaal! En ben je een keertje bij ons hier in Rembrandt? Word lid van lijst 11. Als het kan allemaal. Dat doe ik niet. Maar als ik zo naar de opkomst kijk, hè, dan kunnen alle andere partijen daar wel een punt aan zuigen. Ja, een punt aan zuigen, ja. Zeg dat wel. Ja, meneer Vol is vol, hè. Dat is lekker. Hé, hier zit de broer van Prins Pier, volgens mij. Ja. Zie je dat? Vol is vol. Vol is vol. Maar een vol glas bier, dat is ook lekker. Of niet? Hallo! 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 Welkom, Prins Peer den Tweede en adjudant Mark. Alleen de Raad van Elf, die zie ik niet. Nee, dat klopt. De Raad van Elf die zit nou in dok 12 van de Frisbee. En dan noemen we nou dan maar even fut gemaakt dok 11. Maar de kijkers zijn dus vervangen door de inbreng van Ineke Platel en Jetty Buiks. Toen besloten was de kijkers te vervangen, stelde Wimke van der Zanden in de Raad voor om de oude kijkers te verkopen. Want, zei hij, anders liggen ze straks ergens anders in de weg. Maar het mooie is ook nog dat Wimke gelijk kreeg, want de kijkers liggen inmiddels in de Koevoortseweg in Lennezeuvel. Laten we Luc Broos van Centrum Management om advies vragen.
Maar Luc Broos wilde eerst, nadat hij 3 jaar centrummanagement had gedaan en ruim 2 ton had verspild, aan een visie werken. Wat u nu denkt over Luc Broos, zou hij zelf eens moeten gaan bedenken. De verkering tussen Hanne en Herbseboy was dus uit. Hanne heeft toen nog geprobeerd om het vuurtje weer aan te wakkeren met aanmaakblokjes. Maar dat gaf alleen in Celissen wat vuur en opwinding. En Jas de Keistamper is wel blij dat Hanne niet meer mee wil. Want Jas is bang dat hij in de Zwarte Pieten discussie terechtkomt als hij steeds met Hanne midden Moor aankomt. Maar de werkelijke reden dat Hanne niet meer mee mag met Jas heb ik van Arjan Witteveen gehoord. Jas heeft namelijk een oogje op Christel. En daarom laat hij Hanne thuis. Want Jas valt op jonge vrouwen. En dat laatste kan ik heel goed begrijpen. Ik ben zelf ook getrouwd met een vrouw van 21 jaar. 37 jaar geleden. U hoort het aan het begin al, de ambtelijke organisaties van Indegat en Bokkendonk zijn gefuseerd. De ambtenaren hebben tot 2018 een werkgarantie gekregen. Daar waren veel ambtenaren niet blij mee. Politiek café in de Rembrandt. Daar is met carnaval van alles aan de hand. Ik ben blij dat ik hier vandaag mag staan weer. Prachtig om, om de waggelrevue hier weer mee te maken. En u hoorde Ad al, ik ben een beetje verliefd op onze Hanne. En ja, dat is echt zo. Hanne heeft me inmiddels aan de kant gezet, maar mijn verliefdheid is er nog steeds. En het leuke is van Hanne, ik mag er af en toe dichtbij komen. Ad vertelde het net al van die bult en zo, maar... Heel leuk, Ad, heel leuk. Maar de laatste keer dat ik ze zag, zag ik dat ze een heel klein scheurtje in haar rokje had. En Hanne is groot, hè, en het is een beetje op deze hoogte. En er zat een gaasje voor. En het is net als een gulp die open staat, hè. Je weet het, hè. Een gulp die open staat, dat wil je niet. Maar stiekem kijk je er... toch na zo, alsof je een waarschuwing wil geven. En ja, je blijft erop letten. En op een gegeven moment, ik moest naar voren komen, naar Hanne en burgemeester mee. En ik struikelde een beetje en ik kijk daar in dat gaasje. Nou, dames en heren, Pandora's doos ging voor mij open. Domme op de romme poppen, domme op de bok, plakken we achter het behang. Dat is maar domme poppen, domme, we zijn niet bang. We hebben roepen van een halve meter lang. Laat ze maar komen, poppen, domme, laat ze maar komen, poppen, domme, voor ons uur in de wedstrijd te lang. Ja, ja, en nou, zo iemand is het natuurlijk moeilijk om te overtreffen, maar ja, ik denk niet dat je het gaat proberen. Wie? Ja, hier in politiek. Hij is erbij en die hut erbij. Het wordt zijn debuut. En we willen graag een kei groot applaus voor Peer den Tweede. Met zijn 11 minuten, 12, 9, 8. Je ziet maar, het loopt toch uit. Dus... Geachte wachtelaars, wachtelarinnen, burgemeester, Christel, oud-prins, adjudanten, veteranen. Fijn dat jullie hier allemaal zijn. Wat een genoegen om jullie hier allemaal te treffen. En ik ga geen lange speech houden. Ik zal jullie leren. Het praten, het zeveren, het klagen en het mouwen is voor andere sprekers. En die hebben daar veel meer ervaring in. Zoals jullie inmiddels al weten, ben ik van oorsprong een Amsterdammer. Daar kan ik helemaal niets aan doen. Mijn motto voor het Indegatse carnaval in 2016 is daar heuren bij, daar wenden wij. Achtergrond van dat motto is dat iedereen, ongeacht rang of stand, van harte welkom is om carnaval te vieren.
en om zijn of haar malaise voor een paar dagen te vergeten. Dus als je iemand kent waarvan je weet dat het voor die persoon om enige reden moeilijk is om carnaval te vieren, neem haar of hem dan bij de hand. Want in het Hofpaleis is iedereen welkom. Een carnaval in de gat, daar hudde bij, daar bende bij. Carnaval zonder malaise, maak plezier, geen trammeland. Ik ga nu over tot het bekendmaken van de eerste politicus van het jaar. In de lijst 11 heeft voor de politicusverkiezing van dit jaar het heel gemakkelijk gehad. In de lijst 11 ziet deze prijs dan ook niet alleen als een politicusprijs, maar ook meer als een aanmoedigingsprijs. Ik als prins Peer den Tweede vind het een grote eer om namens In de lijst 11 te benoemen als eerste politicus van het jaar Herman van Wanrooij. Ja, we hijsen jou erin. We hijsen jou erin. Dankjewel. Het is je gegund. Nou ja, ik ben totaal overvallen door deze geweldige, unieke prijs. Want dat is het eigenlijk, hè. Ik heb met Mark Buijs een keer over gehad in een niet zozeer vertrouwelijk gesprek. Want binnen het college hebben wij geen vertrouwelijke gesprekken. Oké, okay, Herman, succes. Je ziet hoe soepel dat al op. Maar wij krijgen hier een brief binnen. Ter attentie van In de lijst 11. Het is een spoedgeval. Ik ga hem even openmaken. Eens kijken wie dat is. Ja, je weet het nooit, hè? Beste In de lijst 11. Ik wend me tot jullie, de enige politieke stroming in ons dorp die mij nog kan helpen. De geëmmer over wel eens niet, dus moeten ze nou eens mee kappen. Gevuld hem al aankomen. Kunnen jullie bij het college in het politieke café alsnog enige gepaste druk uitoefenen om alsnog die kapvergunning te regelen? Alvast bedankt, John van der Langenberg. In de envelop heb ik voor jullie een dinerbon ingesloten die geldig is tot uiterlijk 7 februari 2016. Zo, goedemiddag. Goedemiddag, dames en heren. In de gat rinnekes, of heet dat zo hier niet? Zoiets stapel heet. Toch, kijk eens wat ik vandaag al gejat heb. Ja, want die hangen hier in de straat. Die moeten gewoon aan de hoek gaan halen, weet je dat? Goedemiddag, dames en heren. Ik zal me eigenlijk even voorstellen dat je weet met wie je te maken hebt. Hè? Want dat is niet niks. Dat is niet niks, hè. Mijn naam is Berry K. en ik kom uit H. Ik jat en ik steel, want ik ben een crimineel. Inbraak, overval, ik handel in pillen. Ik ben bloedlink, als het moet zal ik hoevillen. Kidnapping, witwas, ik ben door en door. Red de kutet en mijn bitch heet Jeannette, yo. Tam, jullie zal het mij niet kennen, denk ik, hè. Dat zal niet, hè. En zo, kijk nou nog eens. Hebben jullie daar ooit over nagedacht hoeveel mensen wij criminelen aan het werk houden? Hey, dat is politiek. Ik zal eens wat noemen. Rechters, advocaten, politieagenten, slachtofferhulp, reclassering, journalisten, hey, gevangenispersoneel. Gevangenis moeten gebouwd worden, bouwvakkers. Die bouwmaterialen moeten vervoerd worden, transporteurs. Die vrachtwagens rijden op de asfalt naar de kloten. Dan komen de wegwerkers. Die mannen moeten hard werken. Dat is zwaar werk, die moeten eten, die krijgen honger, stap met worst. Wie maakt dat? De boeren. En die boeren hebben tractors om het land te bewerken. Op een tractorfabriek te werken met zijn kantoor, mensen in de productie. Een receptioniste, die meisje 5 uur afgewerkt, die loopt naar buiten. Wat denk je? Fiets gejat. Wie heeft dat gedaan? Ik. Zo. Fijne carnaval nog, tot ziens. Hoi, houdoe. Mensen, bedankt, tot volgend jaar! Ja, volgend jaar! Nou, dan
dames en heren, wat gaat hier gebeuren vanavond, Josephine? Wij weten er niks van. Ik zei Josephine. Oh, sorry. Wij hebben vanavond een ladies night met het thema Rotterdam en Dotter. Ja, nou, het draait er eigenlijk om dat wij de mannen... Ik breek even in, het gaat te lang duren. We hebben gewoon een mannenavond, hè. Als het live is, kom even naar deze kant op. Kom, François, wat gaan we doen? Maar ik heb begrepen dat jullie gescheiden carnaval gaan vieren vanavond. Ja, en na zoveel jaren waren wij het daar eens echt mee eens. Maar ze kunnen toch niet zonder ons, dus ze komen we straks allemaal zelf weer terug. Ik heb wel gehoord dat er een heel complot is. We hadden hier ons eigen chaoshuis. Gaan als gezellig adjudant ontspannen samen. Juist. We zijn er al een keer uitgeknikkerd hier door die dames. Ja, stoot op deze. Ja, en ze, hebben ons wapen van chaos verduisterd. Stolen. Ja. Er lag in de put, maar hij wilde hem terugstoppen. Ik weet niet of dat jullie dat weten, maar dat is een strafbaar feit. Dat is gewoon diefstal, hè? Dat is gewoon diefstal. Dat zijn we vergeten. Dat is niet gelukt. Oké, maar nu zijn jullie... Zo te zien zit er ergens in een van die kapsels verwerkt. Jullie bevinden je nou in het vrouwengedeelte, Theo en Frans. Ja, Theo. Dat is onder jouw bescherming. Nou, dan zijn we overal thuis. Wij zijn, wij hebben wel een diepere drachter, dat zeg ik. Tweede keer. We gaan naar de overkant. Wat ga je maken, Vande? Wat gaat u maken, Vande? Dat nooit van tevoren. Het is beeldhouwer, dus je weet nooit van tevoren hoe het gaat worden. Nou, je kent jou dadelijk niet meer terug. Wat ben je mooi geworden? Ja, mooi hè? Je ziet ook zo mooi aan. En aan de zijkant? Was al mooi. Ja. Als ik kan weten. Hé hey Mirjam, durven wij de mannenkroeg in? Oh, we gaan. Wat gaat hier gebeuren? De mannen wonen elkaar in. We zullen de vrouwen eens laten zien dat wij als mannen echt kunnen feesten. En dan gaan we op dus. Kijk. Het is vanavond heel gemakkelijk praten. We hebben geen dames binnen. Ik voel me sexy. We zijn altijd thuis onderweg. Voor de mannen, voor de echte mannen.